Wiedersehen. Tschüss. En dat allemaal zonder doping. Klasse. Ook een steeds weerkerend ritueel op onze vakantie. Annelies in gesprek met mensen onderweg. En dan ook op, hè, want dan straks in de weg. Thank you.
bordjes sturen ons door het stadje. Maar de route die ging dus eigenlijk langs de fietsbocht die we net gezien hadden. En we zaten. En nu zitten we hier bij de markt. Marktstraatje, ja. Nou, Annelies, geef even uitleg. Daar komt de Werra aan, bij, dat, bij die stuw. En wat zien we hier? En deze kant is de Fulda. Komt de Fulda aan, over die mooie overdekte brug. En hier komen ze bij elkaar en dan wordt het samen de Wezel. Dus Werra en Fulda worden samen Wezel. Ook met regenweer is Paderborn aantrekkelijk voor een fietser. Ik vind zo'n wandelaar eigenlijk nog veel zieliger als een fietser, want die ziet steeds iets anders. Kijk eens wie we daar hebben. Ja. Kijk, de bord laat zien dat we dichter bij huis komen. Niederrhein-route. Dan geven we een blik op onze geriefelijke halteplaatsen, waar die Duitsers nog steeds maar weer voor zorgen. Zelfs met schone wc. Zoals het boekje zegt, sfeervol dorpje. Aangekomen bij de Rijn, ook alweer een beetje meer thuis. Onze laatste camping in Duitsland. Zoals je kunt zien, echt op ons lijf geschreven. House vermengd met barbecue geuren. En op de dijk opgewekt verder langs de Rijn naar Nijmegen. Nou, de laatste oversteek en dan zijn we
bijna thuis, na 1200 kilometer. Na 1200 kilometer? Ja.